Girlscene is vandaag op het Amsterdams Lyceum namens Rabobank om jongens en meiden aan de tand te voelen over geldzaken. Rabobank heeft namelijk een handige site, baasovereigengeld.nl, waar je heel veel tips en tools kunt vinden om beter met je geld om te gaan. Girlscene ging op pad en vroeg jongeren van het Amsterdams Lyceum naar hun geldzaken. Op dit moment spaar ik niet echt ergens voor. Ik zit gewoon meer mijn geld uit te geven aan uitgaan en leuke dingen die ik gewoon in het weekend doe en zo. Ik heb van mezelf een normale rekening, maar het is niet per se een spaarrekening. Ik spaar voor als ik later met vrienden op reis wil gaan en voor mijn studie, maar dat sparen mijn ouders ook mee. Ik heb best wel een gat in de hand. Eigenlijk is het een soort race met mezelf om zo snel mogelijk mijn geld uit te geven. Het is eigenlijk heel erg zonde en ik probeer nu ook steeds meer een beetje te verspreiden over de maand, dat ik elke keer nog wat achter de hand heb. Ik heb op dit moment geen bijbaantje, maar ik ben wel op zoek naar een baantje. Ik krijg per week 10 euro zakgeld en ik pas op ongeveer 2 keer per maand. Nee, ik heb op dit moment geen bijbaantje, maar ik heb morgen sollicitatiegesprek bij de Albert Heijn, dus hopelijk lukt dat. Mijn inkomsten zijn mijn zakgeld en dat is 5 euro. En voor verjaardag krijg ik altijd ook geld, meestal best wel veel, 50 euro. Ik heb nu wel een nieuw baantje, maar ik heb nog geen spaarplan voor later. Ik heb zoiets van, dat zie ik dan wel. Ik geef maandelijks aan kleding ongeveer 80 euro uit. En dat is behalve schoenen en jassen, dat betalen mijn ouders. En dat is vooral, er zijn vaak shirtjes, blazertjes, ja, broeken gewoon, maar meer bovenstukjes. Ik wil gaan sparen voor een scooter. Dus ik ga dan alles wat ik verdien, gaat dan daaruit. En producten kopen en zo, dat doe ik dan gewoon met mijn zakgeld die ik van mijn ouders krijg. Ik heb een spaarrekening. Ik kijk ongeveer 1 keer per week hoeveel er op staat. En dat doe ik dan op mijn iPod. Want dan kan ik gewoon makkelijk op kijken hoeveel mijn uitgaven zijn en mijn inkomsten. Mijn zakgeld gaat op naar de stad gaan met vrienden. En dat is meestal binnen een week is het wel op.